Yo mensen van Tussen Gaming en Rij. Welkom bij een nieuwe horrorserie. 1916, der Duitse shit, der unbekannte Krieg. Controllen, sprachen. Oké, ik typ Engels in. Ja, het gaat iets over de Eerste Wereldoorlog. En laten we zien. En als mensen dachten, krijg ik nou serieus Facebook berichtje. Oh, de graphics zijn niet eens zo verkeerd. Het gaat iets over de Eerste Wereldoorlog. Iets met een... Het is een soldaat en er gebeuren in één keer allemaal vage dingen. Mensen die het heel even slecht horen. Dit is het. Ik vind het... Oké, ik ga daarheen. Oeh. Komt goed. Nou. Ik snap niet waarom ze niet gewoon aan het vechten zijn. Oh god. Ai, fuck jou. Rot op. Fuck jou, kut homo. Waarom kan ik niet slaan? Verdomme. Iets doen. Oké, 1. 1 en 2. Oké. Shift is sprinten. Oh, nou dan weet ik dat. Ei! Doe eens even normaal. Oké, weet je, ik ga terug. Ik ga nu deze kant op deze keer. Oh. Ik moet deze kant op. Leuk. The fuck? What the fuck doe ik met zijn hand? The fuck? Rennen, godverdomme kut Duitser, rennen, Jezus Christus. Ja, ik weet het, sorry. Waarom? Ik druk op 1. Au. Serieus, ik weet niet waar ik heen moet. Oké, ik wil nou wel eens even de controllers. De G is een E is interactions. 1 en 2 zijn rivals. Shift, dit is een movement. Nou, de G, wat is de... ik heb nog helemaal niks dan, denk ik. Nou, leuk. Is die vlekken er weer? Ik ga mooi de andere kant. Ik ga rennen. Rennen dan. Verdomme, waarom is zo... Oh, nee. Ik ga dood. Waarom kan ik die homo niet slaan? Nee! Ik kon nergens heen. En waarom... Oh, dat is het einddoel. Oh, ik moet de ladder vinden.
Oh, oké. Okay. Nou, dan gaan we die ladder vinden. Ah. Kut loopgraven. Nou. Nou, daar hebben we weer. Hallo? Waarom zit er iemand te huilen? Rennen. Nou, dat weet ik dan wel, maar als niemand mij nou, als iemand mij gewoon even een tip geeft van, yo, je moet hier en hier langs. Dan begint het weer. Nou, daar is er al. Hallo man, ik pak weer even jouw been. Op een of andere vage manier kreeg ik altijd weer, oh, deze keer heb ik een hand. Oh, die hoef ik niet, alsjeblieft. Nou, ik laat die kant op, want daar kwam hij weg. Of daar kan ik niet heen, dat kan natuurlijk ook. Nou, dan ren ik hier naartoe. Het is het. Godver, joh. Oké, nu komt hij dichtbij. Hij liep achter me! Hoppa, nou daar heb je hem weer. Ik ga deze keer met hem mee, kan dat? Yes. Loop door. Oké, ik ga terug. Loop door, rennen. Ik bouw langzaam. Ik beschouw deze game tot officieel kut. Maar ik ga hem niet halen. Nou, hier. Duitsers hebben blijkbaar ook al geen conditie meer. Weet je wat, het begin is nog wel eng, maar is het gewoon precies telkens hetzelfde. Nou, daar kan je dus niet langs. Nou, schiet er neer, jongens. Schiet er neer. Oké, ik ga tellen. Ik ga aftellen. 3. 2, 1. Ja, yeah, precies op tijd. Oké. Okay. 3, 2, 1. Oké, okay, rennen. Andere kant op. Rennen. Nee. Oh, gelukkig. Rennen. Godverdomme, ga rennen. Kut. Word ik tegenwoordig ook nog neergeschoten ofzo? Wauw. Verschillende dingen die achter je aan zitten. De geallieerde. Een vage draak. Ja, of een Duits die denkt dat je de draak bent. Ja, yeah, right. Ik heb echt het gevoel alsof ik hier de enigste ben of zo. Ik bedoel, in de oorlog die zou ik niet alleen zijn. Oké, we gaan rennen, jongens. We gaan rennen. Deze keer gaan we echt rennen. Godverdomme, hou dan hier niet op. Dat ding zit nog steeds achter je. Jezus Christus. Oké, andere kant op. Oh, daar kan je niet langs. Oké, ik ga terug. Ik ga terug. Die gozer die heeft. Ik hoop dat jullie snappen dat ik hier helemaal geen zin meer in heb. Hallo.
Oké, deze keer ren ik goed. Deze keer ren ik goed. Deze keer ren ik goed. Ik ga rechtdoor. Ik ga rechtdoor. Als die gozer nou even opschiet, ga ik rechtdoor. Ik ga rechtdoor. Ik ga rechtdoor. Ik ga nog steeds rechtdoor. Ik ga nog steeds rechtdoor. Ik ga nog steeds rechtdoor. Tot dammit. Schiet op. Ik ga... Nee. Ga nu niet dood. Niet nu. Ik vind het zo jammer dat je daar niet heen kan. Oké, dan gaan we beginnen met de sprint. En nu. Oké. Go. Jezus, gozer. Er zit een kwaadaardig monster achter je aan. Wauw, die bugde redelijk door me heen. Ik ga terug. Ik kan gewoon niks. Oh, ik moet gewoon naar de tekening bekijken. Dus ik... Als ik deze op precies het juiste moment op hem gooi, dan kan ik hem misschien vlijden. Yes, misschien. Hopelijk heeft het gelukt. Daar kan ik dus niet langs. Ga weg. Goed zo. Ik kan zo echt helemaal niks anders dus, hè? Oh, leuk. Ga weg. Kst. Rennen. Oké, dat was echt uit het niets. Maar ik heb het gevoel alsof ik net goed ben. Dus ik maak even een klein rondje. In zo'n bunker. Is het is zeker zo'n granaat of niet? Oh nee, af. Oké. Ik weet niet tenminste. Oh, G. Oh, kut. Dat was gas. Hallo, dank je voor je hand. Oké, 3, 2, 1. Laat hem op je afkomen en go. Go. We gaan deze kant op. We gaan een andere route nemen. Kijk op. Mag op zich wel wat sneller. Oh, kut. Ik moet sowieso eens. Oh, haha, lol. Wow, jongens. Beetje rustig als het kan. Hey, er lopen hier ook nog mensen rond. Is. Oh, yo. De vorige keer kwam ik daar toch ook weg, of niet? Nou, klinkt ook leuk. Weg.
goed. Hoezo? Zitten we eerst aan de twee van die homo's? Oh, kut. Sorry. Twee van die monsters. Sorry voor mijn taalgebruik trouwens. Ik moet het echt... Oh, nee, dat meen je niet. Nee! Nee! Nee, dit meen je niet! Dit ga je niet tegen mij zeggen nu. Nee! Nee! Oké, fuck this game. Nee, rot op. Echt, kut game. Echt nee, rot op. Menu. Quit. Sorry. Kut game. Bedankt voor het kijken. Speel deze game niet. Fucking vaag. Ik zeg tot de volgende keer. En zie je wel verder. Abonneer naar This Gaming HD natuurlijk. En dan zien we bij jullie volgende Horror Friday. En ja. Sorry dat het vorige week niet heen was, want ik wil het elke week doen. Nou ja, dat heeft jullie natuurlijk niet. Maar ik ben wel zo eerlijk om het te zeggen. Wat elke week doen. Elke week doen. En elke week een nieuwe horror game. Behalve als het een horror game is met meer seizoenen. En dat is ook nog maar de vraag als ik dat wel zo leuk vind. Al die seizoenen, want ik had op het begin van deze game zelfs wel een rilling in over mijn life. En nu doet die game het niet eens. Fuck this shit. Mensen, bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie later.